Hij blijft op links. Hoe is de band met je moeder? Met zo'n splitsing in je familie, die is interessant. Meestal gaan paarden liggen als er doodpaard betrokken is. Ja, dat is wel zo. Oh, dankjewel. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Hoefwijzer video. Vandaag is Loes weer op bezoek. En jij doet alles rond paardencoaching. Ja. Toch? Klopt. En je bent 2 jaar geleden ook bij mij geweest. En toen heb je gekeken wat mijn paarden te vertellen hadden. En ondertussen is een hele hoop veranderd. Dus ik was benieuwd wat ze vandaag graag aan jou zouden willen vertellen. Dus jullie gaan het gewoon allemaal zien in deze video. Zo'n 2 jaar geleden is Loes al eens bij mij en mijn paarden langs geweest voor een reading. En daar heb ik toen ook 2 video's over gemaakt. Ik vond dat zo bijzonder dat ik dacht, het is wel weer eens tijd voor een reading. Want er is ondertussen een heleboel weer gebeurd en veranderd. Zoals de verhuizing naar de Paddock Paradise. Het is natuurlijk ook nu anders, want bij de vorige keer stonden ze nog op die andere stal en in dat grote weiland. Ja. En dan is niet veel anders te doen. Nee, je hebt er echt een paradise van gemaakt voor ze. Ja. Ik zag Marley al een paar keer flink rondscheuren. Helemaal happy de peppy. Ja. En je hebt hier echt een functionerende kudde. Dag Moos. Dat betekent toch iets als ze je linkerhand likken? Want bij mij deed hij het net ook al. Ja, linkerhand is moederkant. En specifiek als het bijvoorbeeld gaat om spanning en emoties. Dan is bij mij de rechterhand... Dan willen ze het kwijt. En bij de linkerhand halen ze positieve energie weg. En op het moment dat er bijvoorbeeld issues zijn in je familie of problemen, thematieken. Dan is linkerkant is je moederskant, rechterkant is je vaderskant. Okay. Dus het is ook nog is af en toe best wel even uitfilteren. Hè? Want het paard heeft natuurlijk maar een redelijk beperkte range in communicatiemogelijkheden. Ja. Van wat wordt er nu precies bedoeld met als hij naar links gaat staan of rechts gaat staan? Zou er hypothetisch een ernstige boodschap kunnen zitten aan het feit dat ik dus nu zijn kont toegedraaid krijg? Hij gaat gewoon eten. Ja. Dus zo is het een beetje, vooral ook buikgevoel, hè, filteren. Is er iets aan de hand? Is het iets? Is het niets? Hey. Dag Noora. Hoe gaat het inmiddels met Noora en haar pezen? Naar mijn idee wel oké. Ze is hier op deze stand nog een keer gecheckt door de dierenarts met een echo. En dat leek gewoon allemaal goed te zitten. Het enige wat wel de osteopaat heeft opgemerkt is dat ze in haar achterkant gewoon wat stroever wordt. Dus in het heupgewricht en zo. Dat ze soms, heeft ze ook al wel weer 3 jaar, dat ze soms gewoon even zo door die achterbenen zakt. Ze wordt ook een dagje ouder. Ja, nee, maar voor de rest doet ze het heel goed naar mijn idee. Ze loopt superveel per dag. Ze loopt hier namelijk 13 kilometer per dag. Dat hebben we gemeten met zo'n tracker dingetje. Dus... Ja, Moppie. Hallo. Oh, ja. Ik wil even kennis maken. Moos, kom maar door. Je bent gewoon welkom. Kom maar, jongen. Ja, goed zo. Ja, je bent gewoon welkom. Echt, je hebt destijds vanuit je andere locatie deze wijzigingen doorgevoerd. Maar het is echt zo'n wereld van verschil. Ja. We zijn zo een stuk rustiger en zachter. Dat heeft jullie allemaal goed gedaan. Ja. De keuze. Moos, heb je nog wat te vertellen, jongen? Mijn vriend. Ja. Weer de linkerkant. Hij blijft op links. Hoe is de band met je moeder? Heel goed. Is er een splitsing geweest in je familie? Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Waar die voor mij op neerkomt is met zo'n splitsing in je familie. Bof. Oh, oké. Okay. Die is interessant. Probeert ze ook iets te vertellen? Ja. Meestal gaan paarden liggen als er doodpaard betrokken is. Ja, dat is wel zo. Dus in die zin van het woord is dit wel een hele verband. Want we hebben het echt over die splitsing in je familie en het vertrek van een deel. Ja. En prom ploft zij neer. Dus dat is wel een hele interessant. Ja. Is het een overlijden geweest? Nee. Maar het is nu wel met mijn vader dat overlijden. Daar zitten we eigenlijk al een paar weken op te wachten. Kun je op je moeder leunen en steunen? Ja.
Want mij valt op namelijk dat je niet op je linkerbeen gaat staan. Oei. Ik kan echt op mijn moeder steunen. Oké, want ik merk namelijk aan mijn eigen lijf, ik val elke keer achterover. Oké. En er is niks om me op te vangen. Oké. Dus het voelt leeg, voelt een gat. Oké. En dat kan zijn omdat je moeder je handen nu vol heeft aan zichzelf ten aanzien van het overlijden van jouw vader. En dus haar zorg om jou. Maar het kan ook zijn omdat er bijvoorbeeld wel fysieke steun is geweest. Maar fysieke steun en praktische hulp is iets anders dan mentaal-emotionele support. En vooral emotionele support. Ja, naar mijn idee kan ik wel echt met niet alleen praktische dingen, maar ook echt met mentale dingen bij haar kwijt. Ik praat heel veel over mijn gevoelens met haar, zeker over de situatie waar ik nu in zit. Even een vraagje, ik moet maar even uitpeilen. Heeft een van jullie last van zijn rug? Precies hier? Ja, ik heb een hele pak onder rug. Ja. Dankjewel. Ik sta compleet te verkrampen hier. Jij dus ook? Ja. Ik merk wel dat Mosty komt je echt wel... Hij staat wel naast je, letterlijk en figuurlijk, zeg maar. Nee, ik heb ook wel echt dat hij me wel door deze tijd helpt. Dat ik dan naar stal kom, al met weinig energie. En dat eigenlijk vroeger had ik dan niet eens iets met hem moeten doen. Want als ik mentaal niet lekker zat, dan had ik echt niet bij hem kunnen aankomen. Maar nu stap ik op met de nekkroop en gaan we rijden. En dan zit ik helemaal lachend op hem. En ook gisteren, dan wilde ik eigenlijk niks doen. Maar ik had nog een broccoli bij hem. Ik dacht, nou, even kijken of hij een trucje wil doen. Ja, hij was hartstikke enthousiast. En dan sta ik ook echt zo... Oh, dankjewel. Dus, Mo. Je hebt er een hele stevige partner aan. En jij was nog niet van plan om op te staan, geloof ik. Ja, wat hebben we nog niet gezien? We gaan er echt helemaal bij liggen. Oef. Zijn er in jouw familiesetting toevallig kinderen overleden? Als ze namelijk aan de linkerkant blijft liggen. Kijk, en afscheid kan ook... Afscheid is ook een soort sterven, hè? Dingen loslaten, afscheid nemen. Iets afsluiten voordat je aan het nieuws begint. Ja, het is wel dat... Maar moet ik dan echt kijken naar... Aan mijn moeders kant dan bij kinderen? Of alles met dood? Alles wat zeg maar met afscheid te maken heeft, loslaten, nieuwe starten. Iets afsluiten is ook een vorm van ja, overlijden, zeg maar dan niet in de ja. Dingen als miskramen. Ze blijft namelijk liggen. En dat vind ik wel apart. Ja, kom je in beweging? Wat wel is dat mijn moeder en ik, wij zitten allebei in een... Echt al in een jaar van veel afscheid nemen. Van zowel mensen, zoals nu mijn vader, maar ook wel heel veel huisdieren van ons hebben afscheid moeten nemen. Katten die zijn weggelopen en dan weer teruggevonden en toen weer doodgevonden. En laatst hond laten inslapen, die was 16 en gewoon oud en krakmikkig. Dus eigenlijk was het, we hadden onze hond laten inslapen. En een paar dagen later horen we het nieuws van mijn vader dat het einde eraan zit te komen. Dus het was al, we hebben nog niet eens alle tijd kunnen nemen om alles te kunnen verwerken. Dus er is ook een hoop aan steun en toeverlaat weggevallen. Aan je huisdieren? Ja, eigenlijk wel. Dingen loslaten, nieuwe start, nieuw begin. En toen kwamen ze overuit. Ja. Dus breed kijken, niet per se alleen maar naar dood overlijden. Dat gaat. Nou ja, we hebben in dat opzicht, als je dan de dieren telt als familieleden, daar wel veel... Een hoop verloren. Een hele hoop verloren. We hadden 3 katten en er is nog maar eentje over. En we hadden een hond, die is ook niet meer. Ja. En we hadden hier 2 kippen, die hebben we ook niet meer. Wat wel interessant is dat je nu echt wel oprecht hebt benoemd dat je je geconfronteerd hebt gezien met een hele hoop verliezen. Ja. En daar eigenlijk niet aan toegekomen bent. Ja. En ze nu zoiets hebben zo van, oké, nou kunnen we ze loslaten. Ja. En nu loopt ze allemaal weg. Het waar het om gaat is, hè, op het moment verdriet, rouw.
als je het achter de rug hebt, neem er dan wel je tijd voor. Want dit is niet heel weinig, zeg maar. Nee. Dit was veel. Ja. Ja, het is een hele hoop. Het is echt... En Noora, die kan jou daarin wat minder goed supporten dan Moos. Ja. Die is er wel, maar die is er meer op de stille achtergrond. Hè? Die zorgt dat het allemaal kalm blijft op de achtergrond. En Moos is echt zo'n lekkere leunpaal. Ja, die komt ook echt naar me toe om even aan het lachen te maken. Dus dat vind ik wel echt heel leuk. Leuk, fijn en belangrijk. Ja. Dan zie je ook wel dat ze behoorlijk belang hechten aan groepsverbond. Zie je dat? Ja. Nou, wat je wel hebt, hè, is dat bij jou uit je persoonlijke familiesysteem, dus het verband is weggevallen. Hè, als er een overlijden plaatsvindt, of een vertrek, of een verlies, of door ziekte, dan valt een deel uit je systeem valt eruit. Dus dan is het verband is tijdelijk zoek. Ja. Dus dat moet zich weer opnieuw vormen. En bij jullie heeft dat nog geen kans gehad, omdat de ene na de ander eruit is gevallen. En je bent daarin nog niet klaar. Terwijl paarden, die laten nu zien dat het kuddeverband, het verband in je, is wel belangrijk. En net zoals een paard dat niet in zijn eentje overleeft in de kudde, kunnen wij mensen dat ook niet. Nee. Het enige advies wat ik je echt oprecht kan geven is, neem straks je tijd. Ja. Ja, dat vind ik juist heel lastig. Want ik heb een jaar geleden een burn-out gehad. En ik kreeg deze locatie anderhalf jaar geleden. En ik had daarvoor al traumatische dingen meegemaakt, zoals bij mijn vader. En er kwam nog een paar dingen. En toen kreeg ik deze locatie en ik wilde het zo snel mogelijk opzetten. En iedereen zei, ja, geef jezelf nou dus de tijd. Maar ik heb zoiets van snel. Dat heb ik met heel veel dingen wel. Ik heb wel van die burn-out geleerd, maar... het is moeilijk om niet weer terug in die patronen te vallen. En dat is ook wat paarden je heel duidelijk kunnen vertellen. Want Moos die staat daar naast je als steunpilaar. En die staat er letterlijk te zijn. Ja. En daar draait het om in het leven. Ja. Er gewoon letterlijk zijn en dan content zijn met alles wat er is. Dus ook die niet leuke dingen. Ja. Maar wel vanuit je gevoel. En hard werken is inderdaad verslavend, want je krijgt resultaat na resultaat na resultaat. Zo, dat heb ik eens even goed gedaan. Het nadeel alleen is wel dat als jij van je ene klus naar je andere klus vliegt, je eigenlijk niet eens tijd hebt om stil te staan bij je succes. Want je ziet je volgende klus al liggen. Ja. Je gunt jezelf dus ook eigenlijk geen tijd om te genieten van je resultaat, van je harde werk. Ja. Ja, ik vroeg me eigenlijk af of Noora het idee heeft dat ze erbij hoort. Want in de vorige, ja, in de vorige sessie dat je bij mij was, toen gaf ze aan dat ze het idee had dat ze er niet helemaal bij hoorde. Wat me de vorige keer opviel aan het plek was dat ze een beetje zo in elkaar getrokken, een beetje intrinsiek weg... stond in de wei, terwijl ik er hier nu gewoon zie bewegen, zie eten. Ze heeft interactie met de kuddegenoten. Ja. Waar me nou opvalt dat ze een stuk relaxter is en ze ook wat minder scherp uit haar ogen kijkt. Ja. Ze is veel meer open en zachte blik, zeg maar. Ja. En ze komt nou ook uit zichzelf echt op een ontspannen manier op je afgelopen. Waarom een paar jaar geleden opviel, was ze echt haar hoofd hoog. Heel doelbewust. Ja. Had jij nog meer vragen? Ja, ik had nog wel een vraag over Moos, maar die is nu weggelopen. Ja, want ook bij die video was die we dus eerder hebben opgenomen, was dat Moos het opnemen niet zo leuk vond. En dat hij graag... meer een hechte connectie met mij wilde dan dat ik elke keer maar film en met mijn gedachten bij de camera ben dan bij hem. Voel je daar dan nu nog iets bij? Nee, want anders was hij ook niet zo bij je komen staan. Nee. Maar nee, Moos heeft het goed hier. Ja. En hij heeft het leuk.
Dit was dan ongeveer zo de sessie. Hij was eigenlijk vrij kort, omdat mijn paarden niet heel veel te vertellen hadden, omdat het met ze hartstikke goed gaat. Het enige wat eruit kwam, en daar heeft Nedda ook heel erg bij geholpen, is dat er bij mij nog een heleboel speelt qua familie en afscheid. En ja, dat is iets wat gewoon tijd nodig heeft. Wil je ook een bezoek krijgen van Loes? Dat kan. Ze komt door heel Nederland en België. Ze doet niet alleen reading, ze doet ook een heleboel met coaching. En ze heeft diverse behandelingstechnieken. Zo kan ze jouw paard ook fysiek helpen. En ze weet gewoon echt een heleboel van gedrag. Als je nou meer van haar wil weten, kijk dan even op haar website www.mensendiertotaalcoaching.nl. Loes, echt heel erg bedankt voor deze bijzondere sessie. En iedereen verder ook bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer!